Geld moet rollen, geld brandt een gat in je zak en als je je moeder moet geloven maakt geld niet gelukkig. Nou, deze week alles over de harde knaken, rollende euro's en de doekoes. En daarom gaan we vandaag praten over kooikarpers, want die worden wel de zwemmende juwelen genoemd, zo duur zijn ze. Maar ja, hoe duur is een kooikarper nou eigenlijk echt? Daarover praten we met Andy Bos van Kooi Keiko uit Lelystad. Andy, goedemiddag. Jij kweekt zelf kooikarpers. Hoeveel heb je er in totaal? Nou, het is nu einde seizoen, dus ik denk dat ik er nu nog 10.000 ongeveer heb zitten. Maar ik heb ze eerlijk gezegd niet geteld. Ja, voor de mensen die nog nooit een kooikarper hebben gezien, kun je ze een beetje omschrijven? Wat moeten we ons erbij voorstellen? Nou, het is een karper die tot over de meter groot kan worden. Met mooie gekleurde vissen in eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Van groen, blauw, rood, geel, oranje, wit. Eigenlijk zijn alle kleuren en kleurcombinaties mogelijk. Ja, en het is gewoon een hele rustige vis die uit je hand komt eten. Dus voor een heleboel mensen natuurlijk prachtig voor in de vijver. Dus je kan hem eigenlijk africhten? Nou ja, africhten. Je kunt ze in ieder geval zo mak krijgen dat ze uit je hand komen eten. En dat ze ook jouw stapjes naar de vijver herkennen en dan al naar je toe komen. Dus het is net iets leuker dan een gewone vis die voor een hoop mensen misschien wat koud en afstandelijk is. Ja, nou heb jij er dus behoorlijk wat. Zijn ze nou eigenlijk allemaal voor de verkoop? Nou, ik heb mijn eigen kweekvissen. Die verkoop ik natuurlijk niet, want daar wil ik elk jaar weer een nieuwe kweek mee opzetten. Na een aantal jaren gaan ook die vissen dan uiteindelijk toch weer in de verkoop. Want dan wil ik weer vers bloed in mijn bedrijf hebben. Maar de meeste vissen bij mij zijn gewoon te koop. En over wat voor prijs hebben we het dan, Andy? Want we hadden het net over de zwemmende juwelen. Laten we eens beginnen. Wat is de goedkoopste kooikarper die jij hebt? Ik verkoop aan het begin van het seizoen de kleine kooitjes voor een euro per stuk. Oh, dat is helemaal niet zo duur. Nee, dat is eigenlijk de prijs van een goudvis. Dus ja. En de duurste? Ja, en de duurste? De duurste, daar koop je een mooie nieuwe auto voor. Oh. Oh. Jeetje, maar over hoeveel tijd hebben we het dan? Van die 1 euro naar 10.000 euro's dus misschien wel? Ja, kijk, de vissen die ik voor 1 euro verkoop, die gaan niet zo heel duur worden. Maar de allerbeste selectie die ik eruit haal en de allerduurste vissen die ik zelf verkoop, die haal ik ook rechtstreeks uit Japan. Dat is natuurlijk net zo zeldzaam als de superrashond die de show wint. Dus het merendeel is goedkoop en een enkeling is heel kostbaar. Ah ja. Nou, wat maakt hem dan zo duur, Andy? Dat hangt af van de kwaliteit van de huid, van de kleur, van hoe gracieus de vis is. Maar vooral ook voor mij dan de bouw van de vis. De bouw van de vis? Vertel daar eens wat meer over. Nou ja, kijk, een vis moet mooie grote vinnen hebben, een goede kop en ook een beetje groeipotentie, een goede body waarbij de kop, zeg maar, een verhoging heeft zodra de kop overgaat in de romp. En de plek van de vinnen moet precies op de goede plek zijn. De rugvin moet mooi ontwikkeld zijn. Dus en als je een vis hebt die niet te dik is, mooi slank en de goede vorm heeft, dan zwemt hij ook heel gracieus. Dus ja, dat is in je vijver natuurlijk mooier om te zien. Maar dat verschil zie jij er dus ook meteen wel aan af tussen die goedkoopste, die je zo pas noemde, die kooikarper van 1 euro en die van een dure auto. Ja, dat kun je eigenlijk al vrij snel zien in de ontwikkeling van de vis, dat het wat kan gaan worden of dat het niet zo gek veel gaat worden. En als het wat kan gaan worden, dan moet je elk jaar weer bekijken of die het nog steeds goed doet. En ja, na een aantal jaren dan is het de investering waard geweest, of niet? Ja, nou is het best een populaire hobby, hè? Hoe komt dat zo, denk je? Ja, persoonlijk denk ik dat als je een wat goedkopere kooi koopt om mee te beginnen, en je merkt dat die vissen toch een stukje sneller groeien dan bijvoorbeeld een goudvis, en dat ze uiteindelijk naar je toe komen en uit je hand eten, en dat je er, hoe duur die vis ook is,
of hoe goedkoop die vis ook is, je gaat er dan toch een soort band mee opbouwen. En dat is, ja, dat is voor een hoop mensen, denk ik, in de vijver uniek. Herkent zo'n kooi je dan ook echt als degene die je met voer komt brengen, zal ik maar zeggen? Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen loopje. Dus die vissen die zullen echt herkennen dat jij daar aankomt te lopen. En die zullen niet zo reageren op iemand anders. Dus dat is op zich wel heel grappig. Nou, zo'n dure kooi die vertegenwoordigt dus een enorme waarde. Hoe ga je daar dan mee om? Want dan moet je, lijkt me, heel voorzichtig mee omspringen, of niet? Ja, ik moet zeggen, een kooi is natuurlijk gewoon een karpersoort. Karpers kunnen heel wat hebben. Maar dat betekent wel dat je ook wel moet investeren in filtering van water. En dat je vooral ook wel scheikundig wat achtergronden moet hebben om de kwaliteit van water in orde te houden. Dus je moet het echt niet onderschatten als hobby? Nou, kijk, ik heb natuurlijk heel veel vis in een vijver. Als je er gewoon een stuk of 2, 3, 4 inzet, dan loopt het zo'n vaart niet. Maar vissen vervuilen, of kooi met name, vervuilen het water. En ja, die vervuiling moet eruit. Maar wordt het nou ook als belegging gebruikt? Of in ieder geval als een object om je geld een beetje in veilig te stellen? Nou, ik zou dat niet doen, want ja, er zit natuurlijk altijd een enorm risico aan. Als je dat gaat doen, dan denk ik dat het een slechte investering is. Zelfs een hele dure kooi. De ontwikkelingen in Japan gaan heel snel. Dus over een paar jaar hebben ze dan weer een betere kooi. Dus als je de mooiste kooi van de wereld hebt, die is na een jaar of 3, 4 is het echt niet meer de mooiste kooi van de wereld. En dan gaat de prijs dus ook weer naar beneden. Maar Andy, het kan natuurlijk ook gebeuren dat jij een hartstikke mooie, dure kooi koopt uit Japan bijvoorbeeld, en dat die 3 dagen na aankoop ineens ziek wordt en doodgaat. Ja, nou zijn Japanners wel mensen van eer. Als ik bij wijze van spreken een fotootje zou opsturen dat zou gebeuren, dan wordt er een nieuwe vis opgestuurd. En daar word ik zeker niet minder van. Maar het is me eigenlijk nog nooit gebeurd dat een vis uit Japan heel snel doodging. Want over het algemeen leveren Japanners echt wel kwaliteit. Voor het geld hoef je het eigenlijk niet te doen. Maar het is mooi meegenomen dat ze ook nog flink wat waard kunnen worden. Ja, nou, kijk, de vis die al kostbaar is, die moet ik natuurlijk over het algemeen toch inkopen in Japan. En dan moet je er ook al veel geld voor betalen. Dus het is niet zo dat je daar meteen heel veel geld op verdient. Nou, jij doet het eigenlijk meer omdat het zo leuk is dat hij het voer uit je hand eet. Nou, ik wil er echt gewoon een goede kwaliteit vis mee kweken. En dan heb je gewoon goede vis nodig. Dus ik moet gewoon investeren om uiteindelijk ook weer wat geld te kunnen verdienen. Nou, wij zijn heel wat wijzer geworden over zowel de kooikarpers als het geld verdienen met de kooikarpers. Dankjewel, Andy Bos van Kooi Keiko uit Lelystad.